is een auto niet meer of minder dan een vervoermiddel om veilig van A naar B te komen. Maar voor een bepaalde groep mensen is het een heilige koe. Een van die mensen is Paul Spit. Hij zit hier naast mij. Heerlijk sturen en een glimlach op je gezicht krijgen. Dat is het cabiogevoel. Ja. Dit is mijn derde, hè? Dus iedere keer is dit je derde, ja? Waar ben je mee begonnen? Met een NB, hetzelfde merk. Die kocht ik in februari 2008. En in april, hier onder die carport, heb ik me al 10 keer op de krik gehad om dit en dat. Rode remklauwen erop en ook zo'n grilletje erin. Meer als stenen vangen, maar dan eigenlijk ook gewoon roestvrij staal. Ja. Dat soort dingen. Ja, en hij moet op een gegeven moment naar de zin en rijden een paar jaar mee en denk ik, nou, een kilometer aantal wat nog dus daar is even naar een aardige cent voor kabeur en dan ga ik weer wat anders doen. Ja. Dan kocht hij een 6 versnellingsbak, een spot onderstel van alles erop en eraan, nou, die kon hij met het circuit mee op. Maar op een gegeven moment, ik zat er niet in. Ik ging een cruise control inbouwen omdat ik af en toe de pop van het gas af moest halen. Oh, ja. Ja. En achteraf, als je dan weer terugdenkt, denk ik van ja, dan ben je eigenlijk al verkeerd bezig. Je moet een auto hebben waar je verzoekt. En gewoon dat er weer zit. Ja. Nou, toen heb ik eens in zo eentje gezeten en zei, nou, dit is net even iets groter. Net eventjes waarschijnlijk voor de lengte van mijn rug en de lengte van mijn benen. Iets beter afgesteld op mijn lichaam. Ja. De ruitje is namelijk anders. Er zit gewoon een lagere windblok erin, maar ik heb een ruitje. Maar ik kan ook een onboardcamera hebben, maar ik kan ook een camera aan de achterkant erop zetten. Maar ook dit. Hier zitten normaal gesproken bekerhouders. Ja, dat is leuk als je in een bioscoop staat voor je popcorn en voor je cola. Maar voor de rest zit het altijd in de weg aan je moeder rijden. Dus ik heb een 12 volt aansluiting, kan ik mijn telefoon hier aan de lader gooien. Ik kan hem dicht doen. Ja, en het is gelijk dat niemand die telefoon erin ziet liggen. Jij hebt dan die MEK5 Owners Club in Hardenberg opgericht. Ja. In 2008 was dat, 2008. Hè, dacht ik. Ja. Hoe ben je daartoe gekomen? Hoe is dat gegaan? Nou, toen ik met de eerste auto bezig was, was ik van, wat kan ik daar allemaal vinden? Waar heb ik de onderdelen vandaan? Er stond niks op. Nee. Dus ik moest zelf uitzoeken van waar ik dan weer ga. Nou, dan dacht ik, begin ik op een site. Waar ik op zet van dat ik daar weg en dat ik daar weg en dat ik daar weg en dat ik daar te kopen. Dat kost zoveel. En, ja. Dat was eigenlijk het begin. En toen ik dan in april die auto voor mezelf klaar had, toen ben ik samen met anderen ben ik een rit gemaakt, ook in Ardennen. Ik nam van gisteren een keer mee en die was ook zo verslaafd aan het rijden met het ding. Hij kocht er ook in, had er al twee. Ik kwam ook iemand tegen, die had er ook al eentje in Hardenberg. Albert Bruggeman, die had een garage in huis. Dus nou eigenlijk een beetje het plaatje van wat hadden over vereniging zijn ook compleet. Ja. Albert met een garage, want hij wilde ook gesleutel naar die dingen. Mensen ook een beetje wegwijs maken en wat kan je er allemaal zelf aan doen. Ja. Maar ook van als je wat moet repareren of moet vervangen. Maar ja, als een auto oud is, dan roept hij ook wel eens. En dan moet je eens een keer een andere plaat delen en dan zit een stukje erin lassen. Maar ja, dat kan ook allemaal. Ja. En jullie met z'n drieën hebben toen... Ja, toen in feite van oké, wat willen we allemaal als club? En die dingen die ik jou noem, ritterijen met elkaar. En zo is het eigenlijk begonnen. In 2009 had ik toen eigenlijk de eerste rit. En de eerste rit, dat was dan gelijk met 35 deelnemers. Want we hadden MX5 Oost, ook een regionale club. Ja. En Moord, ook een regionale club, die hadden uitgenodigd om op te komen. Nou, daar hadden 35 auto's aan start. Een startveld, ben je in de sporthal gestart. Ja. En je moest alles uitvinden en je moest koffie drinken met een hele hoop mensen. En in het begin was het ook vaker achter in mijn tuin, als we een ritje gingen rijden, verzamelden we hier. Oh ja. Hier koffie en dan gingen we weg. Ja, als je 35 auto's hebt en hier allemaal in de achtertuin, ik zei, dan moet ik toch iets anders vinden. Dus deal gemaakt met de Spardal, daar koffie gedronken, daar vanavond vertrokken. Ja. Nou, mooie rit gehad. En in het begin jaar waren er 2-3 ritjes. En, per jaar? Ja, dan langzaamaan gegroeid, nou wordt het 13. Ja. 13 even. Ja, want ik begreep ook dat jullie eigenlijk sinds vorig jaar zijn opgegaan in de Cabrio Club Vechtal. Ja, wij kregen dus vanaf 2013 kregen wij een tak erbij. Andere mensen die dus een andere auto kochten, die zijn misschien wel met MX5 lid geworden, maar die kochten een andere auto. Zodat ze de mogelijkheid hadden om niet gelijk weggestuurd te worden, want het is vaak landelijk. Dan, nou ja, je hebt niet meer een MX5, dus je moet weg met die auto. Maar dat ze gewoon konden blijven. Ja. Maar dan hadden we er op een gegeven moment zoveel, en dat was dan de Cabrio Car Club Hardenberg. En dus hadden we het MX5 Owners Club Hardenberg en de Cabrio Car Club Hardenberg. Okay.
En dat hebben we op een gegeven moment bij elkaar gevoegd van, jongens, we zijn één club, één naam. En nu is het Cabrio Club Vechtal. Die Cabrio Club, 65 leden, las ik. Ja, dat is ook het maximum. Hebben jullie in het Vechtal. Is dat het maximum? Ja, ja, wij willen niet groter. Dus vorig jaar bij de ledenvergadering hebben we dat afgesproken. We willen toch die betrokkenheid op elkaar houden. Vandaar dat er vorig jaar in de ledenvergadering mensen waren die bij ons zoiets van, ja, hoe lang moeten we dat nog door laten groeien? We wisten wel van, oké, we willen dat ook beperkt houden met de ledenvergadering. We vinden het nou onderhand wel groot genoeg. Oké, dan stoppen we nu. Dus er is echt een ledenstand? Ja, we hebben toevallig over je net twee leden van de wachtlijst weer lid kunnen maken. Dat twee anderen die eigenlijk toch niet kwamen gezegd hebben. Maar er staan er nog twee op de wachtlijst. Oh, echt waar? Ja, eentje met een Porsche Boxster, dat is een hele mooie rode wagen. Hij is ook wel eens een keer mee geweest hoor, met de avondrit al. Dus ik heb het gebrul heb ik al op de video. Ja, want je vertelde dat er inmiddels 13 ritten per jaar worden verreden. Ja. Ja, laten we het evenementen noemen, want we hebben een meeting. Tijdens Varia scharen we dan onder een meeting. Ja. Maar er zitten dan wel twee ritjes bij. En ook een technische dag bij een garage. Het is een technische dag, dus daar komt iedereen, de auto komt even op de brug, wordt even nagekeken. Die kan er eventueel met de tactiel onderdoor als dat nodig is. Maar dan weet je even weer, die autootjes worden ook wel eventjes gekeurd. Ja. Dus je krijgt een lijstje met wat er aan mankeert of wat je in de gaten moet houden. Nou, ik heb vrij gladde bandjes, maar dat weet ik. Moet wel wat aan doen, hè? Ja, die komen er ook wel onder. Maar ze zijn wel te goed om ze altijd te doen. Ja, oké. Okay. Nou ben ik daar vrij secuur mee, hoor. Als er 1,6 op staat, dan met 2 gaan ze er wel onderweg. Oh, ja, okay. Nou, die Michelin's hebben zo vreselijk van grip. Maar goed, evenementen zeg jij en dan toerritten ook? Ja, dat zijn het meest voorkomende zijn toerritten. En dat doen we dan in van Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland. Ja, dat is eigenlijk de regio waar we ritten in rijden. Dus daar zitten ook onze leden. Ja. En er zijn ritten van 100 tot 120 kilometer, maar iedere keer met een ander systeem. De ene keer is het gewoon een routebeschrijving, de andere keer is het ook een soort routebeschrijving waar de kilometers dan bij staat. Een andere keer is weer een bolpijlsysteem. Dan zijn het allemaal vakjes waarin staat, van je komt er van een bolletje en dan moet je naar pijltjes. Dat pijltje rechtsaf gaat, dan moet je dus op die kilometerstand moet je dan rechtsaf. Dus zie je de verkeerssituatie ingetekend. En dus zo zijn allerlei systemen in de rittensport om dan niet te zijn. Doen jullie mee aan de feestweek in Gramswerven bijvoorbeeld, net als bij de Varia? Soms worden wij uitgenodigd op dat soort evenementen om daar ook te staan of om daar vandaan een rit te rijden. Maar nee, we organiseren het veel zelf. Dat wil zeggen leden organiseren of organiseren een rit voor andere leden. Oh ja. En er zijn natuurlijk binnen het bestuur een hele hoop mensen die ook heel graag zoiets organiseren. Maar ik zeg maar je moet de leden ook wel erbij betrekken. Je moet niet alles zelf gaan doen, anders krijg je zo'n systeem dat iedereen denkt dat het mooi makkelijk. Ja, voor het weinig geld dan wordt ook alles nog voor ons gedaan. Wij blinken eigenlijk al uit met onze website en alle foto's en filmpjes die erop komen ten opzichte van andere clubs. Maar dan maak je dan je onderscheid in. Mensen die halen daar de foto's vooraf, die kijken nog eens naar de filmpjes. Maar de hoofdzaak is dat leden voor andere leden een evenement organiseren. En dat doen we dan low budget. Ze betalen een tientje in lidmaatschap per jaar, dus dat is eigenlijk niks. Ze betalen dan als je een solo rijder bent een tientje om mee te rijden. Als je een equipe hebt, €15 en een niet-lid betaalt toch 2 tientjes. Daar hebben we het over een hele kop koffie met de cake en dan drank je een afloopprobeel. En je lunch betaal je onderweg zelf in het restaurant waar we dan zitten. Ja. En dan kijken we ook eens een keer van, hebben zij daar onder een tientje wel genoeg te eten, aan te bieden. Ja. Zodat ieder wat wil, daar ook een hapje en een drankje voor minder dan €10 eigenlijk kan bestellen. Dus eigenlijk, hè? Dat de slagersjongen, maar ook de advocaat gelijk zijn. En voor jou gaat het dan eigenlijk meer ook om het sociale contact? Ja, wij hebben in iedere rit en in de ochtend 1 of meerdere stoppunten. Dan lunchen we met elkaar en ook in de middagrit hebben we ook 1 of meerdere stoppunten. Wat een leuke bezienswaardigheid is, waar je toch een fotootje van wil maken, dan stop je er eigenlijk al vanzelf. Er zijn er nog een paar die als fotograaf van de club functioneren, die stoppen nog 3 keer meer om foto's te maken. Of van de voorbijkomende auto's, of van de mooie natuur die er te zien is. En heel bijzonder is ook dat ze dan een foto van hun eigen auto rijdend hebben. Oh ja? Dat heb je natuurlijk niet van jezelf. Nee. In principe niet. Nee, dus dan kan je vanaf de website gewoon een foto downloaden van je. En die komen dan weer op de Facebookpagina's en als plaatje.
Nou ja, goed. Ik wens je nog heel veel veilige kilometers. Dankjewel.